In deze video bekijken we hoe de ISBN-oefening uit reeks 1 uit te werken en in te dienen. Het ISBN-nummer is een code bestaande uit 10 cijfers. Het 10 cijfer wordt berekend op basis van de eerste 9 ingegeven cijfers. We werken deze oefening uit in PyCharm, zullen ze hier ook uittesten en nadien indienen op Dodona. Daartoe maken we een nieuw Python-bestand aan in reeks 1. In het project Toolvenster klikken we de reeks aan waarin we het bestand wensen op te slaan. We kiezen dan in het menu voor File, New, Python File en geven die als naam ISBN. We zullen dit probleem oplossen door invoeren van de 9 ISBN-cijfers, berekenen van het controlecijfer en daarna dit controlecijfer af te drukken. Het oplossen van het probleem splitst zich hier dus op in 3 grote delen. Dit vermelden we dan ook in onze commentaarregel. Een eerste deel is het inlezen van de 9 ISBN-cijfers. In een tweede deel berekenen we het controlecijfer en in het laatste deel zullen we dit controlecijfer uitschrijven. Voor het inlezen van gegevens vanaf het toetsenbord gebruiken we de ingebouwde functie input. We zullen in dit eerste deel dus 9 cijfers inlezen op 9 afzonderlijke regels. Dit gebeurt als volgt. Een eerste ISBN-cijfer wordt opgeslagen in de variabele x1. Om deze invoer, die als string wordt opgeslagen, om te zetten naar een getal, passen we er de int-functie op toe. Op dezelfde manier voeren we de daaropvolgende cijfers in 8 opeenvolgende variabelen van x2 tot x9. Na het invoeren van deze 9 waarden, die telkens worden omgezet naar een geheel getal, moeten we nu het controlecijfer berekenen. Dit controlecijfer slaan we op in x10. En berekenen we aan de hand van de gegeven formule. We krijgen dus het volgende. 1 maal x1 plus 2 maal x2 plus 3 maal x3 plus 4 maal x4, 5 maal x5 plus 6 maal x6, 7 maal x7, 8 maal x8 en 9 maal x9. Van deze som nemen we via de modulo operator de rest nadelen door 11. Dit resultaat wordt opgeslagen in de variabele x10 en geeft ons het controlecijfer. Nu rest ons enkel nog dit controlecijfer uit te schrijven. En dit kan met de ingebouwde functie print. We hebben nu de 3 stappen bij het oplossen van ons probleem doorlopen. Nu rest ons enkel nog deze code uit te testen. Op het eerste zicht lijken geen syntaxfouten voor te komen, want deze worden aangegeven door een rode onderlijning op de plaats waar de fout zich voordoet. We kunnen dus het geheel lokaal uittesten. Om het programma uit te voeren, kiezen we voor Run ISBN in het menu, of we kiezen voor Run ISBN in het snelmenu. Onderaan het scherm verschijnt een Run Tool window. En we kunnen de eerste 9 cijfers inlezen. We nemen hiervoor de voorbeeldgegevens van Dodona over. We plakken ze in het Run Tool window en bekijken het resultaat. Het controlecijfer wordt berekend en afgedrukt. Controle van dit resultaat op Dodona geeft eveneens 0 aan als uitvoer. Dus vermoedelijk hebben we deze oefening correct opgelost. Nu rest ons enkel nog de oefening in te dienen op Dodona. Daarvoor keren we terug naar PyCharm. We kopiëren de code, schakelen over naar Dodona, plakken de gekopieerde code bij indienen en we dienen ze in. We hebben een correcte oplossing ingediend. In deze video hebben we de eerste oefening uit de ISBN-reeks uitgewerkt. Na invoer van de eerste 9 cijfers van een ISBN-nummer werd het 10e controlecijfer berekend en afgedrukt.
en nadat de oefening bij lokaal uittesten geen fouten meer geeft, hebben we deze ingediend op Dodona, waar onze oplossing eveneens als correct werd beoordeeld.